gaan nog eens even in detail kijken naar de formules die er zijn rond de begrippen hoeveelheid stof en activiteit van een hoeveelheid stof. En dan hebben we het natuurlijk over een stof die instabiel is, hè, dus isotopen die vervallen in de loop van de tijd. Een belangrijke term daarbij is de halveringstijd. Als het goed is, weet je al wat dat een beetje inhoudt. Een halveringstijd geeft aan hoe lang je moet wachten, wil je precies de helft overhouden van de oorspronkelijke hoeveelheid stof waarmee je begon. Dus na één halveringstijd is de helft weg en je hebt de helft over. Ga je een halveringstijd later, dus twee halveringstijden, dan heb je nog maar de helft van de helft over. Dan is dus driekwart van de stof vervallen, etc. Als voorbeeldje heb ik een grafiekje gekozen van de stof radon 220. Dat is een instabiele atoomkern, instabiele isotoop. En hij heeft een redelijk prettige halveringstijd van ongeveer een minuut, 54,5 seconden. Dus het is niet heel lang, het is ook niet heel snel. Het is redelijk binnen de menselijke begrippen. Als je nu kijkt naar deze grafiek, dan zie je dat na ongeveer 54,5 seconden ik de helft overhoud van de stof waarmee ik begon. En na ongeveer 109 seconden heb ik de helft van de helft. En na ongeveer, nou zo kun je natuurlijk doorgaan, je ziet dat die stof, de hoeveelheid stof in de loop van de tijd afneemt. Zou ik nou een formule kunnen maken waarmee ik kan uitrekenen op elk tijdstip hoeveel ik nog van mijn oorspronkelijke hoeveelheid stof heb? Nou, het zou je niet verbazen dat het wel kan. En we gaan hem nu eventjes herleiden. En dan zul je zien dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt, dat je eigenlijk best wel kunt snappen hoe die formule in elkaar zit. We willen op een bepaald tijdstip t, willen we weten hoeveel van de stof er nog is. En we hebben al gezien, de halveringstijd is ook van belang. En eigenlijk is vooral van belang dat je wil weten hoeveel halveringstijden je al verder bent. En de hoeveelheid halveringstijden kun je heel makkelijk uitrekenen. Je neemt namelijk het tijdstip t waarop je je hoeveelheid stof wil weten. En die deel je door de halveringstijd. Net had ik het voorbeeldje na 109 seconden. 109 seconden is dan de tijdstip waarop je wil kijken. De halveringstijd is 54,5. Als ik die twee op elkaar deel, krijg ik twee halveringstijden. En wat weten we dan? Na twee halveringstijden heb ik nog maar de helft van mijn stof over. Dus eigenlijk maar de helft, een half, tot de macht 2. Een half tot de macht, deze functie, t delen door halveringstijd, is de fractie die ik nog over heb. En dan heb je eigenlijk al bijna de formule. Het enige wat je er nog voor zet is de hoeveelheid stof waarmee je begon. N, 0. N is het aantal deeltjes op tijdstip 0. En wat je dan berekent is het aantal deeltjes wat je hebt op tijdstip t. En hier is de formule waarop je kunt uitrekenen hoeveel stof je hebt na t seconden. Let erop dat t altijd in secondes is. Dus ook al is de halveringstijd in jaren gegeven, dan moet je dat wel omrekenen naar seconden. Behalve als je hier te maken hebt met een breuk. Deze breuk, hier deel je twee t's, twee tijden op elkaar. Als je die allebei in jaren pakt, dan mag dat, want je deelt ze op elkaar en de fractie die eruit komt is niet van belang. Je hebt eigenlijk altijd in de natuurkunde in formules waarbij er een getal tot de macht iets is, dan zie je ook altijd dat die iets altijd eenheidsloos is. Hier ook, je deelt twee tijden op elkaar. Dus als je safe wil zijn, altijd in seconden zal eens invullen, maar in dit geval, als je het allebei in uren invult of allebei in dagen, dan komt die ook uit. Een ander begrip is de activiteit. De activiteit is het aantal deeltjes dat per seconde vervalt. En hoe kun je de activiteit nu bepalen? Dat kan op twee manieren. Als je een grafiek hebt, kun je het uit de grafiek halen. En we zullen daar ook een formule herleiden waarmee je hem ook kunt uitrekenen. Maar uit grafiek halen is meestal makkelijker. En de activiteit is niks anders dan de richtingscoëfficiënt van jouw grafiek op het punt waar jij de activiteit wil weten. Nou, in het voorbeeldje wordt gevraagd, activiteit op tijdstip t is 0. Je trekt dus een lijn
op t is 0, een raaklijn aan de grafiek. Je bepaalt daarvan de richtingscoëfficiënt en dan komt een getalletje uit. En je kunt zelf nagaan dat in dit geval het getalletje is 1,25 x 10 x 16 kernen per seconde. En kernen per seconde noemen we dan ook wel becquerel. Hoe zit het nou met het minnetje, zul je misschien afvragen. Want er staat hier toch een minnetje in en daar doen we niks mee. Dat klopt. De afspraak is dat de activiteit altijd positief is. Als je een grafiek hebt die de vorm heeft zoals je altijd hebt bij een reactief verval, dan heb je altijd een negatieve raaklijn. En daarom dat ook dit minnetje staat, negatieve raaklijn met een minnetje voor, dan krijg je dus altijd een positief getal. Dus de activiteit is altijd positief, let erop. Goed. Hetzelfde kun je doen op tijdstip t is 55 seconden. Dan moet je dus op 55 seconden een raaklijn tekenen. En dat is de gestippelde raaklijn. Dat kun je ook nagaan. Daar komt ook een getalletje uit. En het is niet zo goed leesbaar, ik heb het net doorheen geschreven. Maar dat komt uit 0,625 x 10 tot de max 16 kernen per seconde. En de oplettende lezer ziet meteen dat dat eigenlijk de helft is van de waarde op tijdstip t is 0. Daar gaan we daar gebruik van maken, want na 1 halveringstijd is blijkbaar ook de activiteit gehalveerd. Dus niet alleen het aantal deeltjes halveert, maar ook de activiteit. Nou is het natuurlijk vrij logisch, als je ook maar de helft van het aantal deeltjes hebt, zal ook maar de helft van het aantal deeltjes per seconde vervallen. Ik had het net al gezegd, nog eventjes herhalen. Het activiteitsaantal vervallen kernen per seconde. Maar het is ook tevens het aantal uitgezonden deeltjes per seconde. Dus, want telkens als er een kern vervalt, wordt er ook een alfa of een beta deeltje of een gamma foton uitgezonden. En vaak ben je geïnteresseerd in het aantal uitgezonden deeltjes per seconde. Dat is dus hetzelfde getal. Dus allebei kun je dat met de activiteit bepalen. En wiskundig gezien is de activiteit gelijk aan de afgeleide van het aantal deeltjes in de loop van de tijd. Met een minnetje ervoor. Officiële eenheid becquerel, afkorting hoofdletter B, kleinletter Q. We hebben al gezien dat de activiteit dus ook netjes halveert na elke halveringstijd. En het zal je ook niet verbazen dat als je dan de formule opschrijft, dat die heel erg lijkt op de formule van het aantal deeltjes in de loop van de tijd. En de afleiding ervan is op dezelfde manier. Ook hier heb je weer die term T delen door halveringstijd. En ook hier heb je de activiteit op tijdstip 0 en je wil vaak berekenen de activiteit op een bepaald tijdstip. Goed. Nou, nog één formule en dan zijn we er doorheen. Dat is namelijk, hoe zit het nou tussen de activiteit en het aantal deeltjes? Is het mogelijk om de activiteit uit te rekenen als je het aantal deeltjes weet? Dat kan. En de formule heb ik ook meteen opgeschreven. En we gaan hem niet helemaal keihard herleiden. Dat hoef je ook niet te kennen of te kunnen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat je het aantal deeltjes op een bepaald tijdstip weet. En je weet de halveringstijd. Die kun je opzoeken natuurlijk in de BINAS. Dan kun je altijd de activiteit van die hoeveelheid stof berekenen. De activiteit is dan gelijk aan de natuurlijke logaritme van 2. De ln2 delen door de halveringstijd maal de hoeveelheid deeltjes die je op de tijdstip hebt. Nou, en als je ln2 uitrekent in je rekenmachine, dan is dat afgerond 0,693. Hele eenvoudige formule waarmee je ook altijd de activiteit kunt berekenen. Dus je kunt het of uit de grafiek halen met de raaklijn, of als je weet de hoeveelheid stof en de halveringstijd, kun je hem ook berekenen.